Dus je voelt je een Osho-leerling. Ja, zo'n leerling. Ja. Ja. Ik ben ooit eens in, kom meteen een mooi verhaal. Ik ben ooit eens in de gevangenis waar Ojas tot mijn in mijn leven is gekomen. Ben ik een aantal jaar later, nadat we elkaar al een tijdje kenden, ben ik toen ingewijd tot Sannyasin. En dat is eigenlijk een soort van een leerling van Osho. En heb ik ook een naam gekregen, Prem Akash. En Prem Akash, dat betekent oneindige liefde. En toen kreeg ik eigenlijk een mala ook om. En daar heeft Ojas zometeen misschien wel een heel mooi verhaal over. Over die mala en hoe dat dan ging Bijna, in ja. de gevangenis. Het is een heel bijzonder verhaal.